Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We kunnen goed zien op de satellietfoto: een groot deel van het land heeft bewolking. In de noordelijke helft van het land schijnt ook nog wel nu en dan de zon. Verder trekken er een aantal buien over de noordelijke helft. In het zuiden valt soms wat regen of motregen. Dat weerbeeld houden we ook de rest van de avond en in het begin van de nacht nog vast. Later in de nacht wordt het geleidelijk aan droger en ontstaan er een aantal opklaringen. Het kwiktaalt tot een graad of 16. Morgen begint de dag in Limburg misschien nog met wat bewolking en een enkele spat regen. Later zijn er overal zonnige perioden, maar kan in het oosten en noorden ook een enkele bui vallen. Het wordt 21 tot 24 graden. Op de donderdag en vrijdag is het flink zonnig en droog. De temperatuur gaat ook flink omhoog. Het wordt 29 of 30 graden in het binnenland op donderdag en 29 tot 35 graden op de vrijdag. Op zaterdag vallen er een aantal regen- en onweersbuien en levert het kwik weer wat in. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.